Zo, hè? Boik. Naast mij. We zijn begonnen. Zit nu wat minder dan Jaap in de Mauer. Welkom. Hallo. Terug in de studio. Gelukkig. Dus, want we hebben heel veel samen hier mogen doen in deze studio. Want ja. Jan-Jaap Indermouwer is namelijk de geestelijke vader, de drijvende kracht. Dagvoorzitter.nl, je zag hem al. Precies. Ja. Hey, en wat gaan we vandaag doen? Wij gaan vandaag een webinarretje doen. Half uurtje. Ja. Internationaal publiek. 400 man, geloof ik. Als teaser voor een groot event. Waar mensen nu al een stukje krijgen van spreken. Zodat ze een beetje waar ze straks doen. Te lang. Dit er dan gewoon in monteren, lijkt me heel goed. Ja. Zo'n speed-upje doen. Ja. Nee, ja. Te lang. Ja. Lijkt me heel leuk. Moet je gewoon doen. Moet je een fijn montage. Oké, laten we de band gewoon doorlopen. Ja, precies. Hey, en wat is voor jou het verschil tussen modereren voor een live groep en modereren online? Het medium. Kijk, de basisprincipes zijn hetzelfde. Mensen hebben dezelfde behoeften. Iedereen wil gezien, gehoord en geliefd worden. Mm-hmm. Je bent nog steeds bezig met een groep maken van de groep. Alleen de verschijningsvorm is anders. Omdat er afstand is, omdat er geen fysiek contact is. Dus je moet ze actiever erbij betrekken. Meer, ja. Eén tip even voor de... Eén tip, voortdurend vragen stellen aan de mensen thuis. Voortdurend zorgen dat ze even ergens over nadenken, contact met jou hebben, antwoord geven. En daarna die antwoorden, als het allemaal in de chat bijvoorbeeld binnenkomt, heel veel benoemen. Ja. Dat ze ook de waardering voelen dat het komt. Ja. Hey, en nou ben jij de geestelijke vader achter dagvoorzitter.nl. Waar onderscheidt dagvoorzitter.nl zich mee? Met goede dagvoorzitters, uiteraard. Zoals jij zelf, nieuw bij ons in de stal. Ja, dat is eigenlijk een van de aanleidingen. Dat is wel het nieuws. Ik mag erbij. Precies. Dus dat. Maar vooral dat wij niet zomaar een doos richting de klant schuiven. Maar dat we echt duiken in wat is de kern van deze bijeenkomst. En welke dagvoorzitter past daarbij. Want jij bent een goede dagvoorzitter. Ik ben een goede dagvoorzitter. We zijn wel twee andere mensen met andere sterke kanten in ons dagvoorzitterschap. Ja. En ik vind dus dat je daar gericht naar moet zoeken. Naar wie past er bij welke gelegenheid. Ja. Dagvoorzitter.nl dus voor de meest passende dagvoorzitter. Precies. Ja. En voor trainingen. Als je het zelf wil leren. Ja. Nou, dat weet ik uit ervaring. Ja. Dankjewel. En we gaan zo meteen, zoals jij het zou zeggen, gaan we Kate schoppen of niet? Altijd. Ja. Wel, niks zo leuker. Een van mijn mantra's is, chaos is goed. Chaos is goed, oké. Okay. Dankjewel, veel plezier. En volgende week een vlog vanuit Frankrijk. Tot dan. Hoi.